Parijs. De stad van de Olympische Spelen in 2024. En de stad van onze klimaatafspraken voor 2030. Hebben we in Nederland met waterstof als een van de nieuwe energiebronnen goud in handen? Ik ben Renomi Kromowidjojo. In 7 afleveringen duik ik samen met Jörg Hiedler in de wereld van waterstof. We peilen de stand van Nederland waterstofland op weg naar 2030. En nemen je mee langs onze waterstof-economie in opbouw. Welkom bij Die Andere Reis naar Parijs. Waar lopen we nu? Je loopt bij Evels in Amsterdam. We zijn een op- en overslagterminal voor vloeibare stoffen. En waarom is Nederland en met name deze plek zo geschikt voor de import van groene waterstof? De Amsterdamse haven is heel erg geschikt voor de import van veilige waterstof, of tenminste van veilige groene waterstof, die we op 2 manieren binnen kunnen brengen in een vloeibare vorm. Dat gaan wij niet doen. Wij kiezen voor de vorm om hem op een drager te zetten. Die drager is een vloeibare spons, die kan je dus heel veel keer hergebruiken en dat maakt het ook interessant. Want wat we niet gewend zijn is dat de lege drager terug moet om opnieuw geladen te worden. Eigenlijk ligt daar een parallel met de containerindustrie, die brengen altijd de lege dozen weer terug om nieuwe lading te halen. Dat gaat nu ook met de LOSC gebeuren, dat is nieuw en tegelijkertijd hartstikke goed te doen. Omdat je die drager gewoon in de bestaande tanks kan gebruiken en dus eigenlijk alles wat er al staat kan hergebruiken voor die transitie. De stand van zaken in de Rotterdamse haven bespreek ik met Marcel van der Kar van Vopak. Nederland heeft hele goede havens, hele sterke positie in die verschillende havens, zoals hier in Rotterdam. En dat is een ideale plek om waterstof te importeren. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld als ammonia, als liquid organic hydrogen carrier, maar ook als vloeibare waterstof. En vanaf hier kan het dan door worden vervoerd, gedistribueerd door Nederland en heel Europa. Die ruwe aardolie gaat naar verschillende raffinaderijen, hier in Rotterdam, maar ook in Duitsland en in België. Dus die pompen we door. En die stookolie die gaat naar de schepen zelf om op te varen. Ja. Dus dat wordt hier gemengd, verschillende kwaliteiten door elkaar. In de toekomst steeds ook meer biobrandstoffen komen daar doorheen. En dan gaat het vanaf hier dan in de schepen. Die voeren het niet, maar die gebruiken het als brandstof. En wat is de functie van de importterminals in de waterstof-economie? De functie is dat in Nederland eigenlijk niet genoeg zelf geproduceerd kan worden. Dus er moet die hierheen gebracht worden. En dan spreekt het woord import voor zich. Hè. Dus wij kunnen daar een rol in spelen als terminals, als industrie, om te zorgen dat Nederland voldoende groene waterstof in zijn eigen land kan gebruiken. En hoe zit het met de voortgang van waterstof? Dat is spannend. Ik denk dat het voor iedereen spannend is. We zijn druk bezig in alle voorbereidingen te treffen, in alle lijnen op te zetten, in de logistieke ketting op te zetten, de supply chain zoals dat mooi heet. En in die rol proberen we zowel de plek waar het gevonden wordt of waar het gemaakt wordt te koppelen aan de plek hier in Amsterdam. En als je op twee kanten kan zitten, dan is dat mooi. Dus. Onze Nederlandse havens zijn niet alleen gigantische draaischijven voor allerlei goederen, maar staan ook centraal in het web van waterstoftransport, vooral als het gaat om de honger naar waterstof van ons en onze Duitse buren, die samen goed zijn voor 60% van Europa's waterstofgebruik. Met een blik op de toekomst is Nederland al volop in de weer om handen te schudden met landen van ver weg, zoals Zuid-Europa, het Midden-Oosten en Noord-Amerika, om onze waterstofvoorraad veilig te stellen. Terwijl we in Nederland al flink investeren in de import, wacht de import nog op een flinke zet in de rug. Die vertraging die komt onder andere door de hoofdbrekens over hoe de regelgeving voor de importterminals eruit ziet. Een stap die cruciaal is om onze groene doelen te halen. En wat zijn nou de grootste uitdagingen als het gaat om import in Nederland? Eigenlijk zijn we verschillende dingen tegelijk aan het doen. We zijn nieuwe ketens op het zetten, dus ook vanuit Amerika bijvoorbeeld, of vanuit het Midden-Oosten of vanuit Zuid-Europa.
daar moet het allemaal klaar zijn. Dan moet het hier naartoe komen, dan moet het naar die eindgebruiker. Dan moeten we ook de nieuwe technologie daarin toepassen. En die hele keten is helemaal commercieel helemaal nieuw. Dus die contracten zijn er nog niet, er zijn nog afspraken gemaakt. De financiële kant werkt ook niet helemaal, dus je moet wat subsidies hebben, de overheid moet helpen. De regelgeving is er nog niet, dus je bent heel veel dingen tegelijk aan het doen. Dat is eigenlijk de grootste uitdaging waar we voor staan. En wat zijn de grootste uitdagingen internationaal gezien? Ik denk geopolitieke situatie, hè? Dus dat we weten waar komt het vandaan, dat we niet op één paard wedden. We hebben natuurlijk gezien in het verleden dat op één paard wedden best wel spannend is. Dus we kijken zowel naar, kunnen we het in Europa doen? En wij hebben ook een Europese vestiging in Zuid-Spanje, dus we hopen daarmee in die ketting aan twee kanten te kunnen zitten. Tegelijkertijd zie je dat bijvoorbeeld in Brazilië of het Midden-Oosten of Zuid-Afrika, Namibië niet het geval is. En dan wil je nog steeds in die importrol zitten. Dus... Oké. Wie moet de actie ondernemen als het gaat over waterstof, distributie en opslag? Nou, wij moeten met z'n allen actie ondernemen. Overheid ten aanzien van wet en regelgeving en zorgen dat dat goed staat en dat we daarmee uit de voeten kunnen. Bedrijfsleven moet regelen dat de productie er is, dat de supply chain geregeld is, dat we met z'n allen het kunnen behandelen. Dus het is een hele grote samenwerking die we denk ik niet eerder zo groot gezien hebben. De kostprijs van waterstofimport is een hele puzzel. Het hangt af van de productie van een specifiek land, hoe ver de reis is die waterstof af moet leggen en of het via een pijplijn of een schip onze kant op komt. Je zou kunnen zeggen dat de prijs van waterstofimport swingt als een blad aan een boom, variërend van ergens tussen de 5 en 8 euro per kilogram, afhankelijk van waar het vandaan komt. Als de import en distributie van waterstof op gang komen, dan kan de prijs stabiliseren. Maar voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren. In de volgende aflevering leren we je alles over de opslag. Want waar bewaar je nou 6000 ton aan waterstof?